Hallo sapgelingetjes van Justice Pragmatics, welkom bij een gloednieuwe vlog. Het is tijd voor behind the scenes van onze mega marathon spektakelshow. Het klinkt echt heel vies, behind the scenes. Jij maakt het gewoon vies, dat is wat anders. Meestal wel. Meestal wel. We zijn nu 1,5 uur bezig. En we hebben nog steeds geen shiny. Dat is niet zo mooi. Nee. Nou, hoe gaan de komende dagen eruit zien, Justin? Nou, we gaan in ieder geval nog een eerbetoon houden aan, hoe heet die ene coole prestator? Citrus. El Siert heet hij, of Siert? Siert de Vos. Waarom zeg je net El Siert? Omdat dat zijn bijnaam is. Dat bedoel ik. Het is ook echt een rare naam, jongen. Ja. Siert. Het is ook gewoon een rare gast die niks kan. Ja, maar Siert, maar goed. Denk aan Sjoerd. Dat was eigenlijk een serieuze vraag. Oh ja, hoe gaan de dagen eruit zien? In ieder geval lang. Met veel vragen over Harry Potter. Die niet beantwoord zijn in de films en of in de boeken. Veel zwaar. Nogmaals, ik bedoel het echt serieus. Ja, maar die vragen die gaan er komen. Okay. Je weet het. Veel verhalen over een naam die niet goed. Ja, een beetje Pokémon, een beetje Mario, een beetje aan elkaar spiktrekken. Ik bedoel, een beetje Pokémon. Oké, okay, nou, je maakt het heel spannend ook. Ja, ik moet het ook jou uit de scene maken. En jij, denk jij dat jij Celebi gaat krijgen aan het einde van de stream? Ik hoop het. Het is moeilijk, maar misschien vrijdag. Ik denk vandaag niet, morgen niet, maar misschien vrijdag. Ja, maar als je hem vandaag krijgt? Dan word ik heel blij. Ga je dan iets doen? Want dat als je vandaag krijgt, dat je shirt kapot trekt en keihard... Nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat zou wel leuk zijn. Dat je dan begint te praten over, er is ergens een coole brug en dan... Cool, Johnny! Ja, dat snappen ze niet. Maar in ieder geval... we gaan natuurlijk ook nog de Direct kijken, daar heb ik wel zin in. Ik ben echt benieuwd wat ze gaan announcen voor Pokémon Sword. Want die begint pas om 12 uur. 12 uur, ja. Waarom zo laat? Ja, dat is elke keer. Het is nooit op een normale tijd. Maar is het dan ook echt EU-tijd? Dat ze daar dan wisten van, we gaan hem in Europa uitzenden. Nee, het is gewoon overal ter wereld op dezelfde moment. Dus dan kijken ze gewoon in Japan wanneer ze tijd hebben. Doen ze het in Japan en dan kijkt de rest maar. Meestal werkt het zo. Ja, in ieder geval, ik probeer een beetje een paar behind the scenes shots te maken. Dus in ieder geval, we zijn nu 1,5 uur bezig. Ik ben benieuwd wanneer we net zat zijn. Ja, ik voel de Squirtle niet. Soms dan voel je gewoon dat er een shiny aan gaat komen. En nu is die connectie nog niet aanwezig. Ja, en ik weet ook niet of die gaat komen. Dus misschien dat we onze special guest kunnen laten komen. Die staat nou in de woonkamer, Siert. Hij is toch gekomen, hè? Weet je wel. Hoe vet zou je dat vinden? Niet. Dat we hem gewoon uitnodigen voor onze marathon. En dat hij dan commentaar kan geven. Dan gaat het over alles behalve de marathon waarschijnlijk. Dat bedoel ik. Nee, maar oké, maar hoe vet zou het zijn? Dat is dan wel over voetbal. Stel, we zouden gewoon... Ja, waarschijnlijk wel. Zo... we zouden zo'n fanmail sturen naar René van der Gijp. En we zeggen van, luister. Wij doen de streammarathon. En jij bent gaat uit. Gaat niet komen, hij zit er echt niet op. Nee, maar dat... Het is een hele eer, hè. Het is niet zomaar iets. Het is niet... even bij de McDonald's een broodje hamburger bestellen. Het is gewoon echt een eer, hè. Ik denk dat hij echt denkt van, wow, ik moet wel komen. Hoe vet zou dat zijn? Blijf jij maar in die droom. Hoe vet zou dat zijn? Dat je gewoon iemand uitnodigt en die dan gewoon graag wil komen. Ja, tuurlijk. Gewoon letterlijk, hè, in je gezicht. Ik bedoel, dat is zoiets anders, maar... Is dat dan ook bedoeld? Want hij gewoon denkt van, ja, dat gaan we doen. En dat hij dan met Johan gewoon hier mee komt en dan gaan ze chillen. En dan gaan we met z'n snor een beetje kietelen. Je hebt rare fantasieën. In ieder geval probeer het een beetje allemaal een beetje te filmen of er nog leuke dingen gaan gebeuren. Dus, dat zijn echt leuke blijf dingen. Blijf kijken. Of gewoon niet voor sorcerers gaan, dat kan ook. Justin, hoe vind je de eerste bijna 3 uur van de stream? Wel jammer dat er geen shiny aan hebben. Ja. En ik denk dat de lures bijna op zijn. Als je de Pokémon niet verslaat, hou je dan je chain? Ja, dat vroeg ik me dus net ook af. Neem aan van wel, toch? Dat, dat lijkt mij ook, maar ja, ik weet het niet.
Oeh, we zijn nog steeds bezig. We zijn inmiddels al bijna 5 uur bezig. Nog 10 minuten en dan zijn we 5 uur bezig met de stream. Dat zijn de eerste 5 uur van de totaal 30 uur. En Justin is druk bezig met... Bowser's verslagen. Over 5 uur en 10 minuten begint de Nintendo Direct. Dan moet, of dan hopen we met deze game een beetje klaar te zijn. Op morgen is het weer 3 uur Shiny Hunter en 3 uur Sunshine. Dus ik ben... niet 3 uur Sunshine, 7 uur Sunshine. Ik ben heel erg benieuwd wat de avond gaat brengen. We hebben in ieder geval... Hier hebben we nou alles gehaald op 1 ster na. Ja. Behalve de 100 coins. Dus hier zijn we nou klaar. Of, en behalve die metal. Verder zijn we hier klaar. Dan kunnen we nou die boost doen. Die boost zijn trouwens ook al moe. Daar zat wel even zo'n paar van die kut levels bij. Ja, weet het. Ik vind vooral een kut level. Nou, hier moet je op een gegeven moment op het dak. Dat is kut. Met die King Boo, ja. Alleen, wat ik echt kut levels vind, is die ene met die grote maze, weet je wel. Dat level. Oh, ja. Dat vind ja. ik echt een kut level. Ja, daar moet je ook maar net weten waar alles zit. Ja, precies. In ieder geval, we hebben nog steeds naar ons zin. Mag ik wel, het is pas de eerste dag. Dus ik ben benieuwd. Ja. Het is in ieder geval gezellig. Ja. Zo, kijk. Dit is op dit moment de stream. We zijn inmiddels al best wel lang bezig. Al 5 uur en 3 kwartier. Dit is nog hoeveel minuten we nog te gaan hebben. En hier zie je mij. Kijk, hallo. En daar kunnen we zien wat er gebeurt aan followers. Stream op de achtergrond. Dat is de game. We spelen op dit moment spelen we Mario. En hier kan ik dus allemaal veranderen welke game we spelen, zoals jullie hier zien. Dus even kijken. Dit is dan de game die we nu spelen. Hier komen er nog meer games. Dit was Pokémon. Daar hebben we nu No Single. En dit wordt straks voor de Nintendo Direct. Dus dat is in ieder geval allemaal wat we nu aan het doen zijn. Verder is hier een beetje een troep, maar hier staat de mic, de controller, monstertjes en verder ja, is het allemaal een beetje, is dit het idee? Dit is wat we de hele tijd doen. En het is leuk. Timer die gaat steeds lager. Op dit moment hebben we geen kijkers, maar die komen er zo aan kijken. Wordt wel gewoon gereageerd in onze stream dus. Het is leuk om te doen. Ja, het is inmiddels 2 uur te gaan nog voor de eerste dag. En we zijn nog steeds druk bezig met Super Mario 64. Kut. We hebben inmiddels 66 sterren, dus dat gaat al redelijk goed. Justin is heel geconcentreerd zoals je dat kan zien. Ja, maar ik kan de camera niet draaien zodat ik shit ook daadwerkelijk kan zien. Nou ja, dat is wel een beetje een moraal van het verhaal bij deze game. Oh, nu wel. Maar dit is wel... Ja. Terwijl dit super simpel zou zijn als je gewoon een beeld van achter had. Maar in ieder geval, we zijn op dit moment even met z'n tweeën. Marine komt zo meteen weer terug. Of tenminste, over 2 uur komt hij weer terug. En we hebben goede gesprekken gehad over Pokémon en over hoe of wat, zeg maar. En ik heb heel erg veel zin. En Justin wist gewoon niet dat er een Breath of the Wild 2 kwam. Oké. Nee, ik wist dat serieus niet. Maar dat weet jij ook niet voordat het genaamd werd. Duh. Ja, what the fuck. Duh. Ik wil het maar gewoon even zeggen. Okay. Echt 10 jaar terug, toen wist je niet eens dat Breath of the Wild zou bestaan. Nee, dat klopt. Dus ik wil het maar gewoon even gezegd hebben. Oké, okay. het is 7 minuten voordat de Nintendo Direct begint. Ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in. Justin is eventjes speeches in de oven aan het doen. En ik ben aan het kletsen met Sander via de chat. Want Jan zegt, alleen games vinden is erg lastig op Citra. Ja, dat is ook lastig. Maar je moet een beetje... Ja, dat is ook lastig. Om Citra games te vinden. En ook randomizen van die games. Yo, dat kostte me zoveel moeite. Maar het was uiteindelijk wel gelukt. Maar ik was ook ben dus eventjes tegen Sander aan het praten. Justin is pizza's aan het pakken. Over 6 minuten begint de Direct. Ik heb er veel zin in. Kijk, de Direct die staat klaar. Dus ja, dan gaat dat dan worden. De eerste 10 uur zit erop. Nog 2 keer 10 uur te gaan. En het is eigenlijk heel easy om te doen. Ik ben benieuwd hoe ik dat vrijdag nog steeds vind, maar toch. Eens kijken, ik had... Sander die is over Citra aan het vertellen. Ik zat net, hij vroeg net of wij Luigi's Mansion hebben gespeeld. Omdat de Nintendo Direct over Pokémon Sword and Shield en over Luigi's Mansion sowieso gaat. En toen zei ik, ja, we hebben Luigi's Mansion 1 wel gespeeld en 2 hebben we niet gespeeld. Maar dat we die misschien een keer op Citra kunnen spelen. En toen zei... Sander dat games vinden voor de Citra heel lastig is. En dat is ook af heel lastig. Het is lastig om altijd goede games te vinden. Justin, we kunnen trouwens ook een keer Luigi's Mansion 2 op de Citra spelen, hè? Op de wat, hè? Op de emulator. Oh,
Die we gebruiken voor Pokémon. Maar hoe gaat het dan met die bewegende dingen en zo? Hoe moeten we dat dan doen? Hoe bedoel je? Als je iets moet bewegen of iets moet met die touchscreen en zo. Ja, dan kan je het gewoon klikken. Ja, maar is er met die game weinig mechanics dan dat je dingen moet klikken en zo? Moet drukken, tekenen om een spook te vangen of zo? Nee, volgens mij hoeft het niet met tekenen. Nee. Kijk, hoe lang? Nog 5 minuten. Hoe spannend. Ik heb er ook wel zin in trouwens. Ik ben daar wel meer hype dan net. Nu wil ik het ook gewoon zien. Ja. En ik wil coole dingen zien. Heb je al je predictions gezegd? Nee, ik heb nog niet mijn predictions gezegd. Zeg je predictions. Oké, ik verwacht dat voor Pokémon Sword en Pokémon Shield dat ze een nieuwe Galarian vorm gaan introduceren. De evoluties van de starters en eventueel een nieuwe evolution. Welke type? Van de evolution? Ja. Steel. Oeh, ik denk fight of normal. Normal hoop ik echt niet, dan word ik echt chagrijnig. Ja, maar dan zal hij waarschijnlijk weer zo'n hele goede ability hebben, waardoor hij viable is of zo. Ja. Want Dark is er al precies. Potion? Hm? Ja. Ghost? Ja. Denk ik niet. Fairy is er ook al. Welke is er dan nog niet? Even kijken. Er zijn nog heel veel niet. Steel hoor. Niet. Fly. Fly niet, bug niet, poison niet. Ground niet, rock niet. Oeh, ik denk dan rock. Dat zou ook nog wel kunnen. Ik denk dan eerder rock. Ja, en ik ooit misschien iets meer informatie fighting over de. Fighting lijkt me oprecht echt vet. Ja. Fighting. Want die Binary. Dragon is er niet. Oeh, Dragon is trouwens ook wel nice. Want die Binary, die Mega Evolve, is ook geen fighting. Mm-hmm. Maar die ziet er wel echt zo uit. Ghost is er niet. Ja, maar Ghost Eevee, want dan, hoe maak je die nog schattig? Want die ene, die chandelier, die voor-evaluatie, die Litwick of zo, die is schattig. Yeah. Maar die chandelier is al niet meer schattig. Nee. Hoe maak je een evolution schattig, die dan ook nog wel eruit ziet als een evolution? Ja, dat is lastig. En verder, Luigi's Mansion 3, daar weten we al dat er gaat komen. En wat zijn jouw predictions? Mijn predictions, nieuwe Smash karakters. Ja. Meer over de nieuwe Breath of the Wild. Ja, ik denk dat ze dat overslaan. Ik denk dat ze wel iets groots gaan announcen. Ja, het duurt nog 40 minuten, dat is wel lang. Ook iets over Pokémon. Ook iets over Pokémon. En vast wel iets over dat er zo'n game die iedereen al kent, wat al eigenlijk een beetje aan doodgaan is. Oh, dat kun je nou op de Switch spelen. Ja. Lekker boeiend. We gaan het zien. Ik hoop echt gewoon dat we gewoon klaarkomen. Oeh, nog gewoon 2 minuten. Je weet al gewoon, in plaats van dat je zeg maar jezelf aan het doen bent en dat je dan klaarkomt, maar dat je dan zoveel komt dat je gewoon niet genoeg wc-papier hebt en dat gewoon over gewoon je hele benen zit. Het gewoon, gaat te ver. Maar dan ver. Dat, ik denk in dat ons gezicht. Nee, kijk, dat we dan zo aan het kijken zijn met een stijve, met sperma in ons gezicht. Omdat Sunshine 2 wordt gedaan. Oeh, dat zou heel vet zijn. Oké, dan mag ik het. We gaan het zo zien. We gaan het zo zien. We gaan kijken. Adios. Yo, welkom bij dag 2. We waren gisteren geëindigd voor de direct. De direct was oké, maar zo. Dat zeg je nog best positief. Ja. Yeah. Het was niet heel bijzonder. De Luigi's Mansion 3 zag er leuk uit. En de dingen die voor Pokémon waren, nou, waren wel oké, maar het was best weinig. Maar verder was het niet heel interessant. Nu is net dag 2 begonnen. Kwart voor 2 werd ik wakker in de stoel. Oh, was je in slaap gevallen? Ja, want anders had ik je eerder al gezegd van, yo, we moeten beginnen. Oh lol, iedereen was er nog in slaap gevallen. Mm-hmm. En we zijn gelukkig net op tijd. De tweede 10 uur zijn begonnen. En we zijn weer aan het shiny hunten. Ik had vanmorgen wel al, toen ik wakker was geworden, meteen heb je een chain voor Justin gemaakt. Dat hij meteen kon beginnen, dus dat is wel fijn. Dat is wel lief, ja. Dus ik hoop dat we nu binnen de komende 3 uur een shiny krijgen. Dat zou toch wel mogen eigenlijk, hè? Dus ik ben benieuwd wat deze 2 uur, of 3 uur ons gaan brengen. En dan wat deze stream van vandaag ons gaat brengen. We zijn begonnen aan Sunshine. We hebben inmiddels 5 sterren. En het is voor... 5? Ja, 5 toch? Volgens mij hebben we er gewoon 6. Holy shit. Oké, nou we hebben 6 sterren. Gewoon al 7 nu op het moment dat je het zegt. Maar hij heeft de game nog nooit gezien, dus dan is het wel leuk dat hij nu de game voor het eerst ziet. Want wij vinden het een hele vette game. We hebben net de Shiny Seal gevangen. Daardoor zijn we iets eerder aan deze game begonnen. En misschien hebben we dan meer kans dat we zoveel mogelijk sterren kunnen halen.
Dus, maar dan gaan we waarschijnlijk wel even zien. Gaan we het wel halen. Dat denk ik ook wel. Het is alleen even hoe snel gaan die ene levels. Die moeilijke levels, zeg maar, ja. Oh, er is ook een flipperkast level, dat is ook echt een kut level. Maar in ieder geval, we zijn er al begonnen, het is leuk, dus ja, dat was het. Oeh, ik heb je precies op de rage. Op de rage heb ik je. Op de rage super heb ik je. We zitten nu inmiddels alweer over de helft van dag 2. Over de helft van de hele stream spektakel. En we zijn nu Mario Sunshine aan het doen, we hebben 49 sterren. Het gaat nice. We hebben nog 4,5 uur om de rest van de sterren te halen. Dus ik ben benieuwd hoe ver we gaan komen. Justin, 40 sterren te halen. Om 40 sterren te halen. Justin, hoe ondervind jij het? Vind je het leuk nog? Ik vind het leuk, alleen ik vind het echt jammer dat bij sommige stukjes die controle zo tegen zit. Ja, ja, dat klopt. Dat is inderdaad wel zo. En dan denk je van, als we gewoon bewijzen van iemand van Nintendo hadden laten komen, die 1000 euro geven, dat hij echt een dikke setup voor ons had gemaakt. En daarna hem in elkaar rammen, zodat we 1000 euro terugkrijgen. Ja. Dan, dan had hij gewoon iets goed gegeven. Of dat Twitch gewoon zei van, hey jongens, ik zie dat jullie echt veel talent hebben. Oh ja, klopt. Hey jongen, Justice van de Perkamentus. Ik zie dat, dat je echt veel talent hebt. Wat zou je vinden als we je komen sponsoren? Zou je dat willen? Dan zou ik zeggen, nee, ik hoef dat niet. Ik doe het niet voor het geld, gewoon omdat ik het leuk vind. Aha. Dan komt er zoveel maalpap uit zijn mond dat ik denk maar even moeten stoppen. We hebben zo net het hoogtepunt van de stream bereikt. We hebben 6... Oh nee, we hebben nu nog maar 5 kijkers. Oh, je vindt het net te laat. We hebben inmiddels 74 sterretjes. We hebben nog 2,5 uur te gaan voor deze game. Voor 16 sterren? Ja, ik denk iets meer. Omdat ik denk dat er iets minder blauwe coins zijn. Maar ik zal ze wel even opzoeken. Maar ja. Oh ja, dan zijn er 24 sterren met blauwe coins. Ja. Ja. Volgens mij wel. Maar als we gewoon in ieder geval gewoon Bowser verslaan, dan is het toch ook gewoon goed? Of... Ja, dat vind ik wel gewoon goed, ja. Maar kijken of we gewoon verder kunnen komen. Je bent een hele goeie jongen. Oh, dan moeten we met hem praten volgens mij. Sander is er ook van Gaming SB. Maar ja, die is in de chat. En ja, die is ons aan het supporten. Dat is leuk, want dan kunnen we daar een beetje tegen praten. Een beetje leuke verhalen. Dus ja, leuk streampie. Yo, we zijn in de laatste half uur beland van de tweede dag. En we zitten echt, we doen echt zo'n kutster nu. We willen eigenlijk nog 1 ster halen en dat doen we in dit laatste half uur. Alleen moeten we met zo'n Yoshi naar zo'n eiland, moeten we zo'n pijp openspuiten. Dat kan. We waren er net, alleen dat is heel vaag, want er zit er zo'n pijp zit er dan in het level en dan word je opeens niet eens uit de pijp geteleporteerd, maar gewoon aan het begin van Delfino Plaza. Dat is echt heftig. Ja, maar ook al word je uit de pijp geteleporteerd als je... Ja, maar het blijft gewoon echt onzin. Hoe vind jij het, Justin? Dat is een flesje van mij trouwens, of heb jij die gepakt? Nee, die is van, of tenminste, die had Marijn gepakt. Marijn, jongen. Geef me even dat flesje, denk ik. Well, Justin negeert de vlog gewoon. Dat kan ook. Ja, nee. Dat kan ook. Ik ben nou weer terug naar de lunch aan het gaan. Heel goed voor jou, dan doe je ook wat. Wat? Nee, dat level is echt heftig, die mensen hier gooien. Als we deze magische handen niet hadden, jongen. Dan waren en al mijn exen niet klaar gekomen. Ja, om de uitkomst, maar vooral de manier waarop. Hou toch je bek, jongen. Shut up, Mac. Welkom bij dag 3. Daar heb je DJ Justin. We zitten op een heel andere locatie. Nou ja, niet echt een andere locatie, maar... Waar zijn we? Oeh. Nee, het is dag 3. Dit zou de derde dag zijn, maar er zat een dag tussen. Omdat Justin opeens moest werken. Dat is wel balen. Maar we zijn er gelukkig nog met een dag 3. We zijn nu weer begonnen met Shiny Hunter, we hadden heel snel Shiny Seal voor de tweede keer deze marathon. En nu is Justin een change aan het doen, zodat we een nieuwe Shiny Hunter kunnen doen. En dan straks, om 5 uur 's middags, gaan we beginnen aan Super Mario Galaxy 2. Ik heb er al zin in. Ik heb net nog gecheckt of je deed. Oké, nice. En ook en wat is dan die spin, zeg maar? Welke aanval is dat? De R. Oké, dus dan moet je van die R in drukken en dan spin. Dus dat is op zich makkelijker dan zo. Want dan reageert hij niet altijd en zo reageert hij wel altijd. Ja. Dus we houden jullie nog op de hoogte. Die mentaliteit van alles voor het kanaal. Hey, welkom terug. We zijn nu hoeveel uurtjes bezig? Bijna 3 uur bezig. We hebben eindelijk de Shiny Squirtle. Het is ons eindelijk gelukt. En we zijn nu Mario Galaxy 2 aan het spelen en we hebben best wel veel kijkers vandaag. Deze bitches lopen de hele tijd weg, joh. En dat maakt het wel leuk, want dan kunnen we daarop reageren.
En Sander is er natuurlijk weer. Alle drie de streams heeft hij meegemaakt. We zijn trots op hem. Vooral trots. Vooral trots. Dus ja, nog 6 uur en 7 minuten te gaan en dan is het streamspectakel voorbij. Nee! Maar je treurt niet. Volgend jaar. Kijk wat Sander zegt. Wat zegt hij? Als je wel wat Sander hebt gezien, kijk dan de stream terug op twitch.nl/justicepergamentus. Ja. Dan komt Mario, ja. Die Cosmic Mario. Nee, kut zo. We zijn nog steeds druk. We hebben 25 sterren nu van Galaxy 2. We merken dat we echt een stuk minder sterren per uur halen. Maar Sander is nog steeds aanwezig in de chat, dus daar ben ik heel erg blij mee. Ja, hij is eigenlijk de hele tijd weg geweest en hij is er nou eindelijk weer. Oké. In ieder geval hebben we nog 4 uur en 42 minuten te gaan en dan is het spektakel over. Wat vind je daarvan? En dan vind ik het wel jammer. Maar aan de andere kant, mijn duimen, ik voel mijn duimen wel. Ja? Oké. Dus je hebt wel rust nodig? Nou, ik kan wel gewoon spelen. Alleen, dat is bijvoorbeeld als je heel lang geen controle vasthoudt en je gaat naar Call of Duty of zo. Mm-hmm. Dan op een gegeven moment doe je handen pijn, ja. Dan moet je er even weer aan wennen en dan kun je weer gewoon die out game. Dat is met FIFA ook, tenminste dat heb ik met FIFA ook altijd. En het scheelt zeg maar dat met dit spel hou je de controle niet super goed vast of zo. Alleen met Call of Duty heb ik het dan wel en dan is dat wel altijd even zo van. Ja. Maar ja, weet je, het hoort er allemaal bij. Weet je. Je moet gewoon een prioriteit stellen in het leven. En zolang ze ademen, dan. Oké, 18 plus. Ja, we zijn bijna klaar met de stream. Nog 2 uur en 20 minuten te gaan. We zitten nu op 51 sterren. De sterren gaan wat langzamer dan bij de andere Mario games die we hebben gespeeld. We zijn op dit moment ook geen kijkers. Eentje, hè? Oh. Ja, want ik heb bij Jaden YouTube aangezet. Okay. Want hij zei ze van, ah, maak toch YouTube. Dus ik zei, nou, zo leuk vind je de stream dus ook. Ja. De jongen is altijd eerlijk. Je kunt daar niet betrappen op wat hij zegt, maar op wat hij wil, zeg maar, wat hij doet. Het is een vrouw. ik bedoel net een beetje. Wow. Maar in ieder geval, we zijn bijna klaar. Ik denk dat we nog één shot hierna gaan doen van, hoe heet het, als het afgelopen is of zo. Dus, ja, waarschijnlijk gingen we laatste uur een afleveringetje Let's Watch doen. Ja. Ik ben benieuwd of er zo'n categorie is, maar dat zoek ik dan wel even op. Ja, anders gewoon just chat hoor. Mag je dan wel de audio? Nee, dat zat ik dus ook aan te denken. Dus misschien moet ik desktop audio uitzetten en alleen onze stemmen, zeg maar. Ja. Dus dat kan wel gewoon. Dus misschien dat we dat nog genoeg ligt een beetje aan of we nog kijkers krijgen voor de game. Maar dat gaan we dus zien. Dat was het, Justin. Kijk hoe het eruit ziet. Die lijpen helemaal krof. Dit is gewoon zwak in side. Ja. En andere delen van wat vond je ervan? Vond je het leuk, 3 dagen zo lang streamen? Ja, ik vond het wel leuk. Alleen ik had liever gewoon sunshine. Gewoon gesunshined. Ja. Andere game, sunshine. Oh, is het weer niet goed? Nee, het is weer niet goed. Nee, maar dat we dan. Ik heb liever zeg maar dat we wel gewoon zo'n game gewoon helemaal uitspelen. Ja, dus dat we bij wijze van gewoon 64 hadden tot op 64 gewoon helemaal klaar was. Ja, okay. Dan Sunshine, totdat Sunshine helemaal klaar was. Dan hadden we dan nog tijd over dat we dan aan iets nieuws waren begonnen. Ja. Wat we dan eventueel later nog hadden kunnen afmaken, zeg maar. Nou, maar we hebben 64 en Sunshine wel voor een groot gedeelte gespeeld. Ja, ja, zeker, zeker. De leukste dingen hebben we gedaan. Ja. Maar we zaten zeg maar, als we vandaag, als we het helemaal 100% hadden, dan waren we al klaar, zeg maar. Ja. En dan hadden we vandaag alsnog kunnen beginnen aan Galaxy, want Galaxy duurt wel echt lang, man. Ja, Galaxy duurt echt heel lang. Dat is echt, what the fuck. Want we hadden de tweede Shiny al meer dan een uur van tevoren, voordat we eigenlijk zouden beginnen met Galaxy, zeg maar. Ja. Dus we hadden een uur extra Galaxy, ja, we hebben ook een uur minder Galaxy gedaan natuurlijk, omdat er nog een aflevering ging. Ja, oké, dus het komt even. Ja, het komt precies even, ja. Nou ja, verder vond ik het wel leuk. Ja, toch uiteindelijk nog gelukt met shinies, 3 shinies. Ja, 3 shinies in 3 dagen. Dus, eerste dag niks, tweede dag een seal en vandaag een seal en een Squirtle. Dus. Ja, en een Squirtle die wilde. Dus ja, dus principe, dat is op zich wel nice. Het was zeker voor herhaling vatbaar. Zeker. Leuk dat jullie bij de behind the scenes aan het kijken waren en we zien jullie bij de volgende vlog. Adios. Dikke, vette, meow.